Enkele landbouwers uit 7 districten hebben verschillende materialen ontvangen vanuit het SAMA-project om hun productie te verbeteren. Dit gebeurde tijdens een symbolische ceremonie op het ministerie van LVV. Het is de eerste stap in een serie van geplande leveringen die de komende maanden zullen worden gedaan. Het Suriname Agriculture Market Access Project, SAMAP, is bedoeld om kleine ondernemers te ondersteunen bij hun productie. Minister Pralaat Seudin van LVV benadrukte het belang van het SAMAP-project voor de agrarische sector en de bijdrage aan het wederopbouwplan van de overheid. SAMAP is een initiatief van de regering, uitgevoerd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, de FAO, met middelen van de Europese Unie. Het belangrijkste doel is de duurzame ontwikkeling van de landbouw te bevorderen door middel van een meer concurrerende productie die de marktoegang voor groenten, fruit, wortel- en knolgewassen en bosproducten zal vergroten.